En uiteindelijk, als het gratieverzoek bij de president komt, dan moet de president het onverwijld sturen naar het Hof van Justitie voor advies. Nou, dan wacht de president op het advies van het Hof. Dat is één. En tweede is namelijk omdat ik merk dat er wat misverstanden zijn in de samenleving. Dat men gratie koppelt aan deze 8 dagen. Maar de grondwet biedt ook de ruimte als iemand in detentie is. Dat die periode van die detentie ook alsnog een gratieverzoek kan indienen. Dus dat is het verschil. Namelijk één, als je nu indient voor de opschorting van het vonnis, daarvoor zijn er 8 dagen. Maar daarna zijn er altijd nog andere mogelijkheden vanuit de grondwet. President, u zal het advies moeten krijgen van het Hof van Justitie. Maar u bent niet gebonden aan dat advies. Hoe gaat u daarmee om? Nou, je gaat sowieso moeten kijken. Ik ga ervan uit dat je niet een brief krijgt, ik wil gratie. Dat het goed onderbouwd is, dat het goed gemotiveerd is, dat die argumenten genoemd zijn, dat de overwegingen allemaal genoemd zijn. Al deze zaken die gaan naar het Hof. Ik ga ervan uit dat het Hof me niet met één zin gaat aangeven van wat het Hof denkt en het advies wenst te geven. Dat het Hof ook naar alle aspecten gaat kijken, naar alle overwegingen, naar alle gronden. En dat ik dan op basis daarvan een advies krijg. En natuurlijk ga je als president samen met alle deskundigen naar het advies kijken en een besluit nemen welke past in onze rechtsstaat gedachten, welke past ook in de geest die we als land willen, dat er verschillende groepen zijn, dat alle groepen een stukje genoegdoening willen, dat we orde en rust willen. Dus laten we even kijken naar de gratiegronden en overwegingen. Laten we kijken wat het Hof zegt en laten we niet een beetje prematuur zijn om nu al conclusies te gaan trekken. Maar als het Hof, als u zelf een besluit zou kunnen mogen nemen, wat zou dat zijn? Ja, maar ik mag dat niet. Ik mag dat niet. De grondwet zegt duidelijk namelijk dat je gratie kan verlenen. En laat mij ook duidelijk aangeven, want ik merk ook in de samenleving dat er onvoldoende informatie is, namelijk wat een gratie is. Een gratie is niks anders dat je vraagt om in ieder geval ontslagen te worden, om zo uit te drukken, om jouw straf te gaan uitzetten. Dat is één. Tweede is namelijk, dat is een verzoek tot strafvermindering. En wat kan je beslissen als bij zo'n gratieverzoek? Eén, afwijzen wat het Hof gaat zeggen, toewijzen of strafvermindering. Dat is wat de wet zegt. Nogmaals, al deze zaken moeten goed onderbouwd worden en ik kijk uit naar het advies. Het zijn geen zaken die, laat mij zeggen, zo uit het hoofd beslist moeten worden. Het zijn zaken die geregeld zijn bij wet en je moet de wettelijke procedures volgen. Het Openbaar Ministerie en de Veiligheidsdiensten allemaal zijn goed equipped om alles, elke vorm van uitvoering te handelen? Ja, de uitvoerende instantie voor het executeren van het vonnis is de procureur-generaal. Natuurlijk heeft de procureur-generaal de bevoegdheid om gebruik te maken van de werkarmen, die ook dan werkinstrumenten zijn van de regering. En elk verzoek wat het Openbaar Ministerie zou kunnen doen aan de regering, zullen wij in ieder geval ook honoreren en die ondersteuning ook geven aan het Openbaar Ministerie. Moet ook kerstboodschap? Ik denk dat we met deze zaak een periode afsluiten. Een periode afsluiten van een behoorlijke verdeeldheid in onze samenleving. Deze zaak heeft onze samenleving in feite zoveel jaar opgedeeld in verschillende groepen. In pro's en cons. Het besluit ligt daar. Het is tijd nu voor herstel van die eenheid. Het is tijd nu voor heling van de samenleving. Het is tijd nu om weer te groeien naar die natieversterking. Het is tijd nu om deze zwarte bladzijde in onze jonge geschiedenis als natie af te sluiten. En laten we starten met een nieuwe toekomst. Laten wij alle Surinamers ons bundelen om te gaan werken naar een nieuwe tijdfase. En laten we ons niet meer laten verdelen door deze zaak die afgesloten is. Dank u. Vrolijk kerst, zalig kerst en leg van met takke alle lezi. Kerst na Devo Masragado. En zoals we zingen in ons volkslied, laten we ons land leiden met Gado Leku Fesima. God bless you all.